Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, Nationaal Onderwijsdialoog afgesloten, evaluatiewerking van de nieuwe brug, minister Elias over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, wat mogen wij verwachten tijdens dit regenseizoen en minister Totsen over vermeende verkoopaandelen aan IAM Gold. Beweringen als zou de overheid voornemen zijn haar aandelen bij de Roosevelt Gold Mines te verkopen, verwijst de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dotson, naar het Rijk der Fabelen. Kijkt u mee naar het volgende. Ja, zeer sensationeel gebracht. Ik heb het gelezen. En als u kunt herinneren, zijn er ook vragen over gesteld in DNA. We hebben schriftelijk netjes geantwoord. Er zijn twee zaken die met elkaar worden verward. De eerste zaak is dus dat voor wat betreft de uitbreidingsactiviteiten van IAM Gold er een wet was gemaakt, een amendment was gemaakt, waarbij Suriname de optie had om mee te doen. En ik heb het over de uitbreidingsactiviteiten. Het normaal aandeel zoals wij dat hebben in IAM Gold en wat we allemaal ontvangen, als ik het goed heb, is het 6,75% van het totaal, soms in kind, soms in geld, in goud, et cetera, dat blijft gehandhaafd. Dus wanneer we praten over 30%, praten we alleen over de uitbreidingsactiviteiten van IAM Gold. De hele hype, er wordt natuurlijk een hyperom gecreëerd van uitverkoop, et cetera, er zit veel meer achter het verhaal. We zijn net klaar met de onderhandelingen. We hebben de tekst gisteren afgerond. En wij gaan ook ter bestemde plekken die informatie verstrekken aan de gemeenschap. Maar het is volstrekt niet zo dat we ons aandeel in IAM Gold willen verkopen, et cetera, en dat we niet naar andere opties hebben gekeken. De feiten liggen anders en die feiten gaan we presenteren. Minister, vooral het traditioneel gezag van dat gebied maakt zich zorgen daarover. Welke oproep wilt u doen naar de basha's, de hoofdbasha's, hoofdkapiteins? Maar de vraag is, waarover maakt men zich zorgen? Dus voordat ik die boodschap kan overbrengen, moet ik eerst weten wat de zorgpunten zijn. Omdat er niks is om bezorgd over te zijn. Het traditioneel gezag van Matawai is, we hebben een kennismakingsbezoek gehad met een IAM Gold. In het gebied met de gramang, de kapiteins, de basha's, iedereen was vertegenwoordigd. En we hebben aangegeven dat wanneer de activiteiten starten, dat die activiteiten ook doorgecommuniceerd zullen worden. Het social plan is er, dus niks is daar veranderd. Ook al zou Suriname zijn deel in dat stukje uitbreiding verkopen, dan nog is er niks veranderd. Dus ik begrijp de hele bezorgdheid niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen door alles wat zo eromheen wordt gemaakt, dat men een beetje in vertwijfeling raakt. Maar laat me het zo zeggen, wij hebben een goede track record, zeker met het traditioneel gezag van dat gebied. En ik zou zeggen, don't worry, we've got it covered. Tijdens de derde tevens slotdag van de Nationale Dialoog voor de toekomst van het onderwijs is wederom gebleken hoe belangrijk deze sector is. In deze aflevering van Focus brengen wij u wederom fragmenten uit de dialoog. Hoe belangrijk is dataverzameling binnen het Surinaams onderwijssysteem? Het is heel belangrijk, want door dataverzameling kan je dus aantonen de werkelijke situatie. Heb je dat niet, dan ga je dus gissen. Het was zo of ik denk zo. Maar als je dat kan bewijzen aan de hand van data, dan kan je ook daardoor ontwikkeling brengen en kan je dus een plan maken om het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Dus je hebt data gewoon nodig. Tenminste, niet alleen maar voor onderwijs. Je hebt data altijd nodig voor ontwikkeling.
landelijke percentage voor drop-out ligt best wel hoog. Vanuit uw professie, wat kan een mogelijke oplossing zijn voor dit probleem? Ja, ik ben inderdaad voorzitter van de stichting Father, Mother, Figure. Dat is een organisatie die jongeren die problemen hebben, begeleidt. Dus wij begeleiden scholieren. Het gaat om kinderen tussen 8 en 18 jaar. En wat we doen is, we komen thuis bij de gezinnen. En daar wordt een coach ingezet die de jongeren een periode coacht. Van zo'n 3 tot 6 maanden. Waardoor de jongeren zijn school kan afmaken. Dat is onze bijdrage. Dus wij werken in het veld. Ja, we komen thuis bij de mensen. Dus niet alleen de jongeren wordt gecoacht, maar ook de ouders. Als het gaat om 1 ouder, ja, de moeder of de vader, wordt die gecoacht. Als het gaat om 2 ouders, dan worden beide ouders gecoacht. Zodat de ouders ook sterker worden. Bepaalde vaardigheden bij leren. En je kan denken aan het beter opvoeden van hun kinderen. Ja, meer quality time met hun kinderen doorbrengen. Ja, het observeren wat er gebeurt aan aanzien van huiswerk. Ja, het doen van leuke dingen, ontspanning. Zodat de kinderen een hobby kunnen hebben. En het meegaan naar die hobby. Ja, dus in die zin leren we de ouders hoe ze op een betere manier hun kinderen kunnen opvoeden. De rol van de inspectie bij de onderwijsdialoog vandaag was dat we eigenlijk hebben aangegeven wat de inspectie zal doen bij een nieuw onderwijssysteem. Namelijk dat we willen afstappen van de oneigenlijke taken die nu bij de inspectie zijn. Nou, oneigenlijke taken niet. Maar er zijn taken die eigenlijk je afhouden van je inspectiewerkzaam, je core business om het zo te zeggen. Bijvoorbeeld taken zoals het plaatsen van leerlingen, aanhoren van klachten van leerlingen, het zoeken van oplossingsmodellen voor kinderen die gevochten hebben. Dat zijn een paar van ze, maar er zijn heel wat andere zaken waar je zegt van deze dingen moeten door andere afdelingen gedaan worden. Zodat de inspectie zich kan bezighouden met de kwaliteitsbewaking en de kwaliteitsmonitoring van het onderwijs op de scholen. En dat hebben we vandaag gepresenteerd. Want in het nieuw onderwijssysteem zullen we de taken die er zijn bij de inspectie evalueren. En de taken die door andere afdelingen gedaan kunnen worden, zullen ze door de andere afdelingen overgenomen moeten worden. En de inspectie gaat zich bezighouden met de kwaliteitsbewaking, met het inspecteren van schoolleiders, het inspecteren van individuele leerkrachten, maar ook kijken naar wat is van de school, wat is de outcome, wat zijn de processen op de school, voldoet die school aan een veilig klimaat, maar ook in de klas, in het klassenklimaat, hè, wat noemen we het klassenmanagement. Wat doet de leerkracht om de leerlingen, om het maximale uit haar of zijn leerlingen te halen. Het verbeteren en vergemakkelijken van de gezondheidssector staat centraal bij het ministerie van Volksgezondheid. Met de minister van dit ministerie, Antoine Elias, hebben wij een gesprek over het Wanica ziekenhuis en het ziekenhuis de Atjoni, die momenteel in aanbouw zijn, en het Marwina Street ziekenhuis dat vorig jaar is opgeleverd. Langzaam maar zeker begint men daar vertrouwen te krijgen in het Marwina ziekenhuis. We hebben niet zo lang geleden 2 missies gehad, samen met Militair Hospitaal en Southern Command van USA, waarbij er heel wat patiënten zijn gezien en behandeld. De ene was een interne missie en de andere was een tandartse missie. Al met al, Marwina ziekenhuis vreest langzaam, maar zeker, en het zal zeker een grote aanwinst zijn voor het Marwina-gebied, met AFD, de financierder van het ziekenhuis, een Franse fonds. Daar zijn er nu afspraken lopen om de zaken die nog niet helemaal rond zijn, bouwtechnisch en technisch, rond te krijgen. Ze hebben een suppletie gegeven van 5 miljoen euro. Dat is inmiddels al
goedgekeurd door de minister van Financiën. Ik zou zeggen, Marwina ziekenhuis is on the go. En u zei de mensen van het gebied krijgen meer vertrouwen in het ziekenhuis. Is het aantal patiënten dat zich laat behandelen in dit ziekenhuis stijgende? Het aantal patiënten is stijgende. We hebben de cijfers. Nog niet wat het wezen moet, maar het geeft een goede trend dat het in de komende maanden nog meer zal gaan stijgen. En naarmate er meer diensten daar zullen zijn, zal het zeker een hele opluchting zijn voor de mensen daar, voor wat betreft tweede lijn zorg. Een hele opluchting zal ook in Wanica zijn, want ook daar komt het ziekenhuis te staan. Hoe loopt het nu met de bouw van dit ziekenhuis? Nou, bouwtechnisch zijn de Chinezen die dat opzetten voor Suriname, die zijn al bijna rond. We hopen dat de oplevering ergens in september plaatsvindt. Dat is bouwtechnisch. Het enige wat nog moet gebeuren is dat er een weg komt naar daar. Daarvoor is collega openbare werken voor verantwoordelijk. De vooruitzichten daarvoor zijn goed. En dan kan er volop aangewerkt worden voor de bemensing. We willen een basisstart hebben, ergens in januari. De directeur van Volksgezondheid is al bezig de planning te maken. We gaan in eerste instantie kijken wat wij aan Surinaams medisch-technisch personeel hebben, specialisten, artsen, verpleegkundigen. Wat wij niet hebben, hebben we al ook contacten met Cuba. De onderminister van Volksgezondheid van Cuba was op bezoek. En die plekken worden dus dan ingevuld door de Cubanen. Er is een hele timetable door de directeur van Volksgezondheid, dokter Jesseren, opgesteld en daar werken we nu mee. Maar laat me dat benadrukken, want daar is er veel onduidelijkheid over of een misverstand over. We geven de voorkeur aan Surinaamse specialisten en medisch paramedisch personeel. Vinden we dat niet, dan gaan we een stapje verder. Dan gaan we vissen bij de diaspora in Nederland. En als dat ook niet voldoende is, dan gaan we met de Cubanen in zee. Er is een heel goed plan gemaakt. We gaan niet over één nacht ijs. De directeur heeft bijvoorbeeld een hele inburgeringsschema gemaakt. Ook een taalschema, dat de mensen ook bekend zijn met de taal. Dus men hoeft zich geen zorgen te maken dat we gaan specialisten brengen of artsen of verpleegkundigen uit Cuba die de taal niet kennen of die het systeem van Suriname niet kennen. Dus er komt zowel een sociaal inburgeringssysteem als een medisch inburgeringssysteem. De verkeerslichten op de hoek van de Slangenhoutstraat en de Van het Hogeruitstraat zijn vanaf zaterdag 13 april in werking. Het Nationaal Informatie Instituut heeft een gesprek met de heer Henk Wip. Hij geeft ons een update over de werking van deze verkeerslichten. De verkeerslichten zijn in werking getreden op zaterdag 13 april. De eerste werkdag maandag 15 april. We hebben hier oriëntatie gedaan en natuurlijk was het de eerste werkdag na de openstelling van de nieuwe verkeerssituatie. En het verkeer moest nog wennen aan de situatie. Wat we wel hebben waargenomen is dat er wel redelijk veel verkeer komt vanuit de nieuwe brug, vanuit de Churchillweg richting de Slangenhoutstraat naar het kruispunt toe. Meteen na de 15 april begonnen de schoolvakanties, waardoor we een andere verkeerssituatie kregen met minder verkeer. Wij hebben afspraken met de politie hierover. De politie die monitoren, maar wij zijn ook dagelijks in het veld om te monitoren. Maar wij gaan in elk geval na 6 mei, wanneer de scholen weer zijn begonnen en het verkeer wat drukker is geworden,
gaan wij wat zaken hier doen aan het verkeerslicht om dan wat effectiever in te stellen. In deze periode is het wat rustiger, dus het is moeilijk om nu in te stellen. Maar de komende periode zullen we daar nog even aan werken. Voor de nieuwe situatie was nog niet bekend welke stroomverkeer wij konden verwachten vanuit de nieuwe brug. En uit de waarnemingen ter plaatse kunnen wij dat nu wel zien. En op basis van die waarnemingen kunnen we nog wat aanpassingen doen aan de instelling van het verkeerslicht. Dus dat zijn de zaken die we nog willen doen. Er zijn verschillende reacties. Er zijn een aantal mensen die dat positief vinden. Er zijn wat mensen die zeggen, ja oké, okay, het zorgt wel wat voor rijvorming, filevorming. En wat ik altijd meegeef, is dat het verkeerslicht in principe niet geplaatst is voor het oplossen van het verkeersprobleem, van het fileprobleem. Maar puur voor het regelen van het verkeer op het kruispunt. En dat is noodzakelijk, omdat we nu vanuit de brug de Slangenhoofdstraat ook verkeer krijgen. Als we hier geen verkeerslicht hadden geplaatst, zouden we hier nog een grote situatie krijgen op het kruispunt. Dus dat is de reden van het verkeerslicht. Natuurlijk moeten we kijken hoe de totale verkeerssituatie zich verhoudt ten opzichte van de oude situatie. En dat we geen nieuwe situaties krijgen waarbij het verkeer gaat stremmen. En daar zullen we de komende tijd ook naar kijken van wat er nog meer gedaan moet worden om dat op te lossen. Er zijn een aantal mogelijkheden, dus daar gaan we aan werken. Maar de intentie is wel om zoveel als mogelijk de doorstroming en de afwikkeling te bevorderen. Het bord dat daar staat geeft in feite de onderdoorrijhoogte aan. De maximale hoogte van asfalt tot onderkant van de constructie is 5 meter. Maar de doorrijhoogte om er onderdoor te rijden is maximaal 4,6 meter. En we vragen ook aan de weggebruikers en de vrachtwagenchauffeur om daar rekening mee te houden dat hun lading niet hoger is dan 4,60 meter wanneer men hier onderdoor wil rijden. Wettelijk is de maximale hoogte van een voertuig inclusief lading gesteld op 3,80 meter. Wij houden rekening met vrachtwagens en vrachtverkeer met een hogere lading. Dat ze hier ook nog onderdoor kunnen rijden. Dus dat systeem is in principe niet laag. Bij het plaatsen van de constructie hebben we ook rekening moeten houden met de hoogspanningsmasten die hier lopen. Omdat je conform de richtlijnen van de EBS moet je een minimale ruimte zijn tussen de hoogspanningsbedrading en het object dat daaronder hangt. Er is verkeer dat gaat van het noorden richting de Beekhuizenbrug. En we merken ook dat dat verkeer vrij veel is, of dat verkeer ook toeneemt. Er komt vanuit het zuiden ook veel verkeer van die kant op. En we moeten dat de komende tijd blijven monitoren en kijken hoe we dat kunnen aanscherpen om de afwikkeling van het verkeer te bevorderen. Komend weekend, het weekend van zaterdag 27 april en zondag 28 april, zullen aan de Van Dokeruitstraat werkzaamheden worden uitgevoerd nabij de oude brug over het Saramaca-kanaal, Saramaca-doorsteek. Daar zullen wij de betonnen liggers, de betonnen palen die daar liggen op de weg, zowel aan de noordelijke zijde en aan de zuidelijke zijde ter hoogte van de toekomstweg, zullen wij die liggers verwijderen. Er komen daar in de plaats komen de scheidingsbanden, die zijn lager, die worden lager aangebracht. En er komen ook rumbestrips op de weg. De bedoeling is dat dat het verkeer omgeleid zal worden. We vragen de gemeenschap om daar rekening mee te houden. En wij willen de liggers vervangen om banden te plaatsen die wat lager zijn en makkelijker waarneembaar zijn. Het regenseizoen heeft zich onlangs aangekondigd met heel veel neerslag, wat ervoor heeft gezorgd dat vele gebieden onder water lagen. Om te weten te komen wat wij allemaal kunnen verwachten dit seizoen, sprak Rahid Kali, het hoofd van de meteorologische dienst Sukarni Salons Metro. Op het moment dat je te maken hebt met regenbuien, onweersbuien, zijn windstoten en rukwinden niet uitgesloten. De kans dat zoiets zich kan voordoen, is er altijd aanwezig. U weet dat er ook sprake was van een orkaan. Hè? Dus ik vraag me af of het orkaanseizoen voorbij getrokken is uit de regio. Dus meestal ervaren wij dat de staartje, wat voor heel veel neerslag en windstoten zorgt. Dus wat zou u daarop kunnen zeggen? Wanneer we praten over orkaanseizoen of orkanen, ik wil alvast meegeven, Suriname zit alvast niet op die route van de orkanen. Dus daarover
hoeven niet bang te zijn, we kunnen gerust zijn. De orkaanseizoen begint juni. En dat is eigenlijk meer voor die gebieden boven 10 graden noorderbreedte. Dus dat is dan de route van de orkaan. Suriname is gevrijwaard van die route. Maar u praat over de staart. Kijk meneer, u moet weten dat circulatie wereldwijd is globaal in de atmosfeer. En dat stromingen elkaar kunnen beïnvloeden. Zo ook wanneer je van deze stromingen hebt in de atmosfeer, kan het weer en klimaat in Suriname, boven Suriname beïnvloeden. Dus vandaar dat het, wanneer eigenlijk een bepaald gebied een slecht weer heeft, dat het ook van invloed kan zijn op Suriname. We zijn ook gewend om de weersverwachtingen te volgen, toch? Soms probeer je het op internet te zoeken en soms probeer je via de media het een en ander te halen, via de radio of televisie. Maar hoe zit het met het apparatuur welke wordt gebruikt door de meteorologische dienst? Want ik weet dat uw dienst niet vanaf vandaag, maar heel lang bestaat. Maar zoals wij dat vernemen via de lokale media, dat wij niet of nog niet over de juiste apparatuur beschikken. In hoeverre is dat zo? Om te praten over de apparatuur, de meteorologische dienst mag gebruik van verschillende instrumenten, van manuele instrumenten tot automatische instrumenten. Het monitoren en het observeren van het weer gebeurt dagelijks. Het meten van die parameters wordt ook dagelijks gedaan, zoals de neerslag, de zonneschijn, de wind, etc. En er zijn verschillende instrumenten daarvoor. De manuele instrumenten, daar zijn dan de regenmeters, de thermometers, de barometers. En wanneer u praat over automatische instrumenten, dan hebben we dan over automatische weerstations, daarvan hebben we een aantal. En over het instrument wat u ook vraagt, dat is dan die radar. Dat is de radar die is gestationeerd of geïnstalleerd op het Nationaal Meteorologisch Centrum Sanderij, nabij de internationale luchthaven. Ja. Daar. Op dit moment, nagenoeg moet ik zeggen, op dit moment is die radar vanwege een technische storing even buiten werking. Maar wij werken eraan om dat eigenlijk in orde te krijgen. Maar los van dat maken we ook gebruik van satellietbeelden om de weersverwachtingen te maken. Dus wij maken zelf onze waarnemingen dagelijks. En dat wordt dan allemaal verwerkt. En met de bestaande historische data die we hebben, wordt dan de weersverwachting gemaakt van dag op dag. Die weersverwachtingen is dan 24 uur geldig. Ja. En als u toch interesse hebt om te weten hoe het weer is voor vandaag en tot morgen, ja, kunt u dan op onze website kijken. Dat is dan www.meteosuur.sr. Okay, dat is dan een Surinaamse website? Jawel, dat is van de Meteorologische Dienst zelf. Okay. Waar heeft u over heel Suriname allemaal stations bevestigd? We hebben over heel Suriname ongeveer 60 meetpunten, waarvan we de neerslag meten dagelijks. En dat gaat van het noorden, het kustgebied, tot naar het zuiden toe. Dus het is verspreid over het hele land. Wat is ook de aanleiding geweest om de radar, zeg maar, bij de luchthaven te plaatsen? Het is eigenlijk een geschikte locatie daar, waar de International Airport is om het te plaatsen. Je kan het ook ergens anders plaatsen hoor, maar het gaat om die coverage. En die coverage van die radar is, het gaat even straal van 450 kilometer. Dus het beslaat het gehele oppervlak van Suriname. Dat was het dan weer voor deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedendag.